Ibrahim Elbouni uit Slotervaart vecht aanstaande zaterdag eindelijk weer in eigen stad. Voor Elbouni wordt het zijn 50ste partij en die wordt gevochten in de Sporthalle Zuid. Kickboksen doet hij al sinds zijn 11e en hij heeft de sport sindsdien nooit meer losgelaten. Ik vond het leuk om te kickboksen, om te spelen, om te sparren, om de techniek te verbeteren. Dat vond ik meer leuk en ik dacht nooit aan wedstrijden. Wedstrijden kwamen pas later, totdat ik 18 of 19 was. Dan dacht ik van, oké, ik ga wedstrijden. Toen ik de eerste wedstrijd had gebreid, dacht ik van, dit laat ik niet los. En dat was het. Vanaf die dag heb ik niet losgelaten. Het was altijd al zijn droom om voor de K1 te vechten in Tokio. En dat beviel hem aardig. Het was leuk te ervaren. Die mensen daar, die leven echt voor de sport daar. Dus die zijn heel enthousiast. Het is daar gewoon niet normaal hoe ze met je omgaan. Als ze weten dat je kickbokst of als je al meedoet. Je hoeft niet eens te winnen. Als je verliest, zijn ze ook voor jou, snap je? Dus het is daar echt heel anders dan in Nederland. Maar nu is hij terug. Voor Elbouni is het 8 jaar geleden sinds zijn laatste partij in Amsterdam. En hij neemt dit keer, anders dan andere keren, een speciale aanhang mee. Ja, de buurt. Amsterdam-West, Allebeplein. Die zitten erbij. De meesten die zijn papa, mama. En die gaan het nu zien van dichtbij. Normaal, ja, ik heb altijd in het buitenland gevochten. Dus je moet ze altijd of op tv kijken of herhaling. En nu gaan ze het ook live meemaken, dus ga ik ze ook laten genieten, man. Ja, richt je even naar die jongens toe. Wat wil je ze zeggen? Zeker weten, jongens van de buurt, Allebeplein, wees erbij. Komt goed, inshallah. Ik ga winnen. Mijn hand gaat omhoog. En ik maak de buurt proud. Oes. Oes.